Zijn jullie er klaar voor? Ja! Tijdens de coronamaanden konden voorstellingen en gastlessen niet doorgaan. Cultuuronderwijs stond op een laag pitje. Is dat erg? Iedereen snapt dat kinderen op school moeten leren lezen, schrijven en rekenen. Maar wat word je wijzer van theater, dans, beeldende vorming of muziek? Wat vinden leerkrachten hiervan? Wat zegt de wetenschap? En wat vinden kinderen zelf? In september lanceert Kunstgebouw de podcast Cultuur in de Klas. We laten je nu alvast een klein stukje horen uit aflevering 1. Wat verbeeld jij je? Cultureel bewustzijn is eigenlijk ons vermogen als mens om betekenis te geven aan wie wij zijn of aan de mensen om ons heen. Je hoort Thijsje van Dorsten. Thijsje is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoekt het cultureel bewustzijn van kinderen. We vroegen haar wat cultureel bewustzijn is en waarom kinderen dat nodig zouden hebben. Toen we Thijsje spraken was de lockdown net in volle gang. Het gesprek ging via Zoom, dus je hoort hier en daar wat gekraak. Doordat wij een cultureel bewustzijn hebben, zijn we in staat om te reflecteren op wie je bent als individu, maar ook als onderdeel van een sociale omgeving of van een cultuur. Je hebt het beeld wat je hebt van wie jij bent, van wie jij bent als persoon, je kenmerken, je talenten, je beperkingen, bepaalt ook je handelen. Je zelfbeeld is essentieel voor hoe jij je gedraagt. Dus de vorming van dat zelfbeeld is heel erg belangrijk, omdat het de basis is voor alles. En dat vormen van je zelfbeeld kan dus bij uitstek via cultuuronderwijs, volgens Thijsje. Je leert met andere ogen kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Daarmee kun je een nieuwe blik krijgen op je eigen mogelijkheden. Maar hoe pak je dat aan in de klas? Voor het antwoord moet je nog even wachten tot september. Volg Kunstgebouw op Instagram en dan laten wij je weten wanneer de podcast online staat. Wil je zelf bijdragen aan de podcast? Dat kan ook. Mail naar podcast@kunstgebouw.nl. We horen je graag. En waar hopen jullie op bij deze voorstelling? Wanneer is het voor jullie een leuke, goede voorstelling? Als er grappig wordt gedaan. Ja. 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 Grappig en nog meer? En als je ervan leert. Ja, leuk. Ja.